In deze video kijken we naar de voor- en nadelen van de inserts van ERAPtor. Inserts zijn er in alle soorten en maten. Je hebt ze van foam, je hebt ze van hout. En daar gaan we nu naar kijken, namelijk naar de houten inserts van E-Raptor. Ja, dit is natuurlijk een van de bekendste insertmakers van de bordspelwereld. Dus waarschijnlijk ken je het wel. Maar wat zijn nou de voor- en nadelen? Nou, we beginnen meteen. De voordelen, het ziet er prachtig uit. Echt prachtig. Prachtig dekt de lading niet. Ja, ik deel zo meteen zullen we even een voorbeeld laten zien, maar je hebt de gekleurde inserts en je hebt hier bijvoorbeeld aan de linkerkant de gekleurde insert van wingspan liggen. Ik vind dit persoonlijk als je kijkt naar alle ja. inserts qua kwaliteit gewoon het mooist. Ik wil je er even zo'n bakje uithalen? Uit. want ik Zeker. moet ook even laten zien hoe het werkt. Het is echt fantastisch en je kunt het gewoon zo houden. Kijk je die houtdrukking ook en dan dit? Oh, ja. Ja, ja. Hier word ik diep gelukkig van. Ook dat ze bijvoorbeeld het vogelhuisje hebben nagemaakt met nog een magneetje erin. Het is gewoon meer dan gelikt. Ze hebben ook basis inserts, dus zonder print die zijn gewoon bruin. Ja, die zijn een beetje saaiig, maar gewoon helemaal prima en van hout. Um, gaan we even door met de nadelen. Het is duur. Maar ja. ja, voor kwaliteit betaal je en überhaupt zijn houten inserts veel duurder dan bijvoorbeeld folded space met zijn schuim inserts. Maar goed, daar heb je wel wat voor terug. Uh, ook vind ik, uh, je hoeft... oh, groot voordeel. Groot voordeel vergeten we. Vertel. Je hoeft het niet te lijmen. Nee. Eigenlijk moet je alle houten inserts bijna lijmen. En dat is natuurlijk best wel even een werkje. Uh, E-wrapte hoef je niet te lijmen, dit klik je in elkaar, maar dat is tegelijkertijd ook een klein nadeel, want daardoor hebben de, de bakjes bijvoorbeeld wel allemaal van dit soort uitsteekseltjes. Het is maar net wat je fijn vindt, ik bedoel, dit ziet er gewoon prachtig uit, maar je ziet dat het gewoon iets minder strak in de doos zit, omdat er gewoon dingen uitsteken. Dus weegt de voordelen tegen de nadelen op, voordeel, je hoeft het niet te lijmen, nadeel, daardoor is het misschien net iets minder strak. Um, ja, het is wel duurder. Ja, er, er zijn verder geen nadelen. Het is gewoon fantastisch. Precies. Dus het is, okay, het is prijzig, want ja. het zijn houten inserts. Zeker ja. met die bedrukking, zijn dat nou ja, wel de meest prijzige inserts die we zo ongeveer hebben. Maar het zijn ook wat dat betreft de mooiste inserts die we hebben. Dus ja. van hout. Je hoeft het niet te lijmen. Je hebt het zo in elkaar. Over het algemeen werkt het eigenlijk allemaal dikke prima. Dus ja, als je op zoek bent naar kwaliteit. E-Raptor staat daar misschien wel op één. Ja, E-Raptor is. En ik heb het al vaker gezegd maar ik heb drie favoriete merken. En E-Raptor is dan de derde favoriete insertmaker wat mij betreft. Want ik vind dit gewoon prachtig. En. Ik moet eerlijk zeggen, die insert met wingspan, daar hebben we al vaak uh, mensen lekker mee gemaakt. Ja. Als mensen die zien, dan denken ze echt: oh, wauw. Ja, helaas zijn die gekleurde inserts niet bij extreem veel spellen. Maar je hebt bijvoorbeeld nee. ook bij de verdwenen ruïnes van Arnak. Dus als je op zoek bent naar gewoon prachtig. een spel wat je veel speelt. en je wilt die gewoon upgraden dat het allemaal nog mooier is. Ja, E-Raptor met de UV-print. Dat is hem. Zeker weten. Ja, ik vind het echt top. Maar laat even in de reacties achter wat jij van Iwerter insert vindt. Precies. Bedankt voor het kijken van deze video. We hebben nog meer video's gemaakt over de andere verschillende insertmakers. Dus heel graag zien we je daar terug. Lieve groetjes. Lieve groetjes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden wij blij van. Jee, Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.